Hey guys! Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik mijn kerstboom ga versieren. Dit hier naast me is mijn kerstboom. Ik moet zeggen dat ik hem redelijk teleurstellend vind. Maar ik heb hem gekocht bij de HEMA en we gaan beste vrienden worden voor het leven. Ik denk dat ik volgend jaar een iets duurdere koop, want ik vind hem een beetje karig. Er zit zoveel leeg ertussen. Maar dat zorgt er natuurlijk wel voor dat we een missie hebben. Dus ik ga deze kerstboom de mooiste kerstboom maken die je ooit hebt gezien. Ik heb een aantal kerstspullen liggen. Ik wil helemaal in de kerststemming komen deze week. Allereerst wil ik jullie eventjes laten zien wat voor spulletjes ik dan allemaal in huis heb gehaald om de kerstboom mee te versieren. Ik heb bij mijn ouders nog een heleboel liggen. Ik dacht dat ik dat hier naar mijn nieuwe huis had verhuisd, maar dat heb ik dus niet gedaan. Dus ik heb wat nieuwe spulletjes ervoor in de plaats gehaald. Grotendeels komt het van de HEMA. Andere dingetjes had ik nog liggen en het is een beetje geïmproviseerd, maar we gaan er wat moois van maken. Allereerst heb ik deze kerststerren en deze vond ik heel schattig. Ik ben wel echt een meisje voor goud, niet voor zilver. Ik vind zilver niet zo'n gezellige kleur op een of andere manier. En waarschijnlijk ook omdat ik een warme ondertoon heb en zelf bijna altijd alleen maar warme kleuren draag, dat ik zilver ook, goud ook het mooiste vind. Dus er zitten 6 sterren in, 2 glitterige, 2 glanzende en 2 matte. En ik heb met sterren altijd iets, ik weet het niet. Ik vind sterren echt bij de decembermaand horen. En zoals je ziet zitten er geen haakjes aan. Ik ben heel blij dat ik eraan heb gedacht. Want ik heb dus ook allemaal haakjes gekocht. Dat is echt een ding dat ik echt zo zou vergeten. Het was dat ik ze toevallig in de webshop zag staan. Anders was ik ze sowieso vergeten. Ik heb natuurlijk een heleboel kerstlampjes die ik net uit de knoop heb gehaald. En die nu weer helemaal in de knoop zitten. Volgens mij komen deze van een webshop of van de Action of iets anders. Ze waren in ieder geval erg goedkoop. Maar ze zijn wel heel goed. Ik had ze eigenlijk gewoon in huis hangen voor de ramen. Maar ik ga ze nu gebruiken voor om de kerstboom heen. En die geven een extra gezellig effect. En ik vind dat het heel erg mooi op de achtergrond van foto's, zulke lichtjes. Dan heb ik ook nog kerstballen. En hier heb ik 2 pakketjes van. En deze zijn weer in dezelfde stijl als de kerststerren, want we hebben dus mat, glitterig en glanzend. En ik koop kunststof, want ik ben te onhandig, dus waarschijnlijk als ik glas koop, vallen ze allemaal kapot. Dan heb ik dit nog, en dit is, ik weet geen eens waarvan het is, volgens mij heb ik dit ooit gekregen van een kijker zelfs. Ik denk dat het eigenlijk is om op te hangen, maar misschien vind ik dit ook wel leuk om in de boom te doen. Het zijn metalen soort van... ja, leuke versierseltjes. En er komt ook nog een lichtje uit en zit dus batterijen kunnen erin. Dit is trouwens ook nog zoiets. Ik denk dat ik deze niet in de boom ga doen, want deze zijn wel erg groot. Maar dit zijn dus lampionnetjes en er zit dus ook een lampje in. Wederom met batterijen. En deze komen van de Xenos. En bij Xenos hebben ze sowieso echt bizar veel leuke kerstspullen. Dat is echt niet normaal. En dan heb ik tot slot nog 2 verschillende slingers. Dit is een sterrenslinger weer van de HEMA. En de sterren hebben gouden stipjes. Dat zie je niet, want ik hou ze allemaal de verkeerde kant op. Gouden stipjes. Ze hebben trouwens ook streepjes, zie ik nu. Heel erg leuk. En dan heb ik ook nog een andere slinger. En deze vind ik echt belachelijk leuk, want dit zijn allemaal kleine kerstfiguurtjes. Yay! Kerstboom, sneeuwpop, kerstman, rendier en dan gaat hij weer overnieuw. Dus deze ga ik ook nog ergens ophangen. Dit is niet zo geschikt voor in de boom, maar misschien leuk erachter. Dan heb ik nog iets van vorig jaar, een houten kerstboompje van de Xenos. En ik heb ook nog een sok en die leek me ook wel heel erg leuk om erin te hangen. Ik heb eigenlijk 2 sokken, maar... ik vond het leuker om er maar eentje gewoon in de kerstboom te hangen. Oké, laten we beginnen. Het is tijd om de kerstboom te versieren. Ik vind dat we moeten beginnen met de lichtjes. Ik heb een lichtsnoer dat echt constant in de knoop gaat. Oké, bovenaan beginnen. Ik heb serieus nog nooit een kerstboom in mijn eentje opgetuigd. Maar hij is op deze manier natuurlijk alsnog heel kaal. Dus nu gaan de ballen erin. Ik vind dit zo moeilijk. Waar moet ik beginnen? Hier. Erin proberen te hangen, maar wel ergens mooi in het midden. Zoiets. Hoe ziet dit eruit? Ik vind het echt heel schattig. Dit hou ik zo. Ik denk dat ik voor een slinger ga op de achtergrond. Als ik deze sterren hier achter plak, volgens mij is dat dan best schattig. Oké,
guys, het begint donker te worden zoals je ziet. Ik ben heel tevreden met mijn kerstboom en dit alles eromheen. Ik vind het echt schattiger dan ik had verwacht. Ik heb alleen geen piek. Die moet ik nog even gaan kopen ergens in de winkel. Mochten jullie nou nog goede tips hebben voor winkels waarin je echt mega leuke kerstversiering kan kopen, laat het me dan weten, want ik ben altijd op zoek nog naar nieuwe spulletjes. Ja, dan hoop ik dat jullie deze video leuk vonden waarin ik mijn kerstboom versierde. Ik heb dit niet gebruikt zoals je ziet en dit niet en ik heb nogal meer spulletjes die niet in de boom konden. Maar mocht je nou denken van daar wil ik echt nog super graag een video over zien in de kerstsfeer, laat het me dan ook weten, want misschien kan ik die dan nog maken voordat kerst begint. Zoals altijd heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Hartjes. Doei doei.